En hallo mensen, tof te kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in het potje Hunter Team Deathmatch. Dit is de tweede aflevering van de 1+1+1+1+1 Class Generator Challenge serie, hoe je het noemen wil. Wat ik in deze class doe, is ik pak tweede wapen, tweede testmatch, alles pak ik erbij en wel. En dan ga ik weer een goede score in dit zetten, om te kijken hoe dit wapen valt. Dit potje is al een beetje halfwege, dus we gaan hierna nog een potje erachteraan spelen, maar dan een volledig potje natuurlijk. Dus dat gaan we doen, maar dit is een soort opwarm potje, hoe je het noemen wil. Voor mij is het even een opwarm potje in deze instantie, ja, dankjewel. Ik wil even mijn streaks halen als dat even lukt. Het is niet heel, ze zijn niet hoog, het is niet veel, maar ik wil ze wel even halen als dat ik kan. Dat vind ik altijd wel leuk. Lastig. Oeh. Net op tijd. Daar ga ik niet heen, omdat ik ervan overtuigd ben dat dit wapen, deze class in het algemeen niet zo heel goed is op afstand. Kom maar. Ik vertrouw er helemaal niemand. Ja, nee hoor. EKIA. Oeh, oh, ja, oh, oké, okay, 6-1, ik ben er tevreden mee. Oké, okay, we staan er met nog eens een beetje achter, maar ik denk dat we dit wel kunnen winnen. Maar ja, natuurlijk nog een potje erachteraan, dus dat gaat prima. Guardian, ja, weet je, ik dacht dat ik met een Guardian heel veel kan. Nou, bedankt jongens. Normaal ben ik niet zo blij met dit soort dingen, maar ik kan er nu wel mee leven, denk ik. Zo, afleiding. Yep. Ah, jammer dit. Oké. Even op blijven letten, weet je, het potje verloopt een klein beetje achter, maar dat is prima in te halen, denk ik zelf. Waar zit hij? Ik vertrouw het niet. Waar zit hij? Ik ga gewoon even zo. Ik weet niet waar hij zit, dus ik ga er even omheen lopen, denk ik. Ah, kom op, hij wist het. Hij stond waarschijnlijk al klaar. Hij stond al klaar. Ik liep zo erin. Dat is natuurlijk een beetje jammer, maar. Niks aan te doen. Ik bedenk me. Ja, jullie zien waarschijnlijk wel dat ik te vaak had kunnen raken, misschien. Maar. Dingen voor de toekomst. Alles op zijn tijd, hè. Alles rustig aan, tot allemaal wel goed. Ik ben niet normaal van dingen kapot schieten. Ha, kom maar. Oh, er zit er ook een keertje achter me, hè. Tuurlijk. Dat is eigenlijk best slim. Ik hou altijd van het water. Ik heb geen... Ha, kom op. Hij was wel heel snel. Dat geef ik eerlijk toe. Zo snel reageer ik niet, hoor. Dat kunnen jullie vergeten van me. Dus, Huppatee. Ik zou vanaf het water gaan, bedenk ik opeens, maar... Hé! Hey! Ah, kom op! Oh, er zat altijd weer eentje achter. Nou, weet je, we gaan nu maar vanaf het water. En we zijn die voorsprong volledig kwijt. Nu een aantal deaths achter elkaar, zonder enigszins kills. Dus dat is heel jammer. Maar het is even niet anders. Nee! Ja, dat kon niet echt ergens heen of zo. Oké, nou, dat is jammer. Dit is geen superpotje. Maar dat hebben jullie zelf waarschijnlijk ook al gezien. Maar we moeten het proberen dit potje goed af te maken natuurlijk. En dan... Ik weet niet waar jullie zijn. Ja, kom op. Waarom? Je moet alles weer tussen staan. Dat is een beetje jammer. Maar de map is vrij groot. Dat is heel lastig met dit. Ah, kom op. Als ik die had gehad, had ik oprecht een medaille verdiend. Maar nee. Teammate, dat je daar niet dood bent, verbaast me echt. Dit is een beetje een lelijke score. Maar we gaan het tweede potje joinen. En dan gaan we het nog even afmaken. Natuurlijk, want je kan op één potje kan je over het algemeen niet echt beoordelen of dit een goede class is. Maar het is wel een class die echt even op short range gespeeld moet worden.
dat gaan we proberen. En ja, ja, zo kan je je VNP ook beelden. Misschien een stuk chiller, maar dat is nou eenmaal de opdracht. Dus we gaan door naar het tweede potje. Dus let's fucking go. Zo, we zijn in het tweede potje terechtgekomen. Dit is de map Combine. Er zijn een aantal mensen geliefd en er zijn een aantal mensen gebleven van het vorige potje. Dus wat ik ga doen. Ik ga proberen hier natuurlijk een beetje een goede score neer te zetten. Maar ik moet een beetje slim spelen, denk ik. En natuurlijk een beetje op een manier zodat ik makkelijk short range kan pakken. Zoals dat hier kan. Nou, daar is een teammate. Dat is een goed teken. Nou, kan niet heel veel mee. Zijn hier nog mensen? Ik denk van niet. Oké. Okay. Nou, ik zie daar nog iemand. Iets. Iemand. Is hier nog hier? Dit is lastig op afstand. Dit is lastig. Wat? Ham. Ah. Ja, dat long range is toch wel een beetje een dingetje met deze class, hoor. Oeh. Ja, dat is lastig met deze class. Oh, hij pakt alleen mij. Hij pakt altijd alleen mij. Dat heb ik echt alleen ik. Maar ja, dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. Oké, daar staat een teammate. Dat is prima. Weer een assist, hè. Zo jammer dit. Oké. Blijven letten. Oké. Dankjewel, map. God, waar is die? Ik zag net echt iemand op mijn map, hoor, maar... Oh. Misschien heb ik het in mijn beeld. Ik ben het gewoon al dood. Hij heeft me wel gezien. Oké, er is iemand die me heeft gezien. Het is alleen jammer dat hij mij eerder zag dan ik hem. Dat is alles. Oké. Ik wil nog smoke aan het doen. Hou, kut, dat deed ik. Ik weet het zelf ook niet. Kut. Ik ga niet heel snel pakken, maar ik kan het wel in evenwicht houden, zie ik. Dat is wel een goed teken. Zeg ik heel eerlijk. Ja, dat is een beetje jammer. Beetje jammer, op het moment dat je dat zegt. Oké. Ja, graag jou. Zet je heus wel kloot, hè? Hostile UAV above. Oh! Zal ik me even dood van die schoten? Natuurlijk deels terecht, maar... Oh, god! Ingezoomd of wel? Ja, dat dacht ik al. Zo snel kan je niet perfect inzoomen. Maar ja. Oké. Opletten. Het is geen superscore, we gaan ook niet heel snel. Je moet dat beter uithalen. Hè? Nee, kom. Oh, ik draai hem op eentje om, hè. Oké. Moet even dat 1 om 1 staan. Dat is wel een beetje een vereist voor mij. Dat zeg ik heel eerlijk. Nou, ze maken het niet makkelijk, hoor. Zijn je nou weer te campen? Nou, het valt nog mee. Het was zo'n mooi, perfect snel schot dat ik dacht, dat kan niet anders. Oké, kom dan. Hostile counter UAV is online. Be advised, hostile UAV incoming. Kom op! Nou, ik sta nu bij, ik heb nu bijna 0.5.
probeer gewoon even een routetje te rennen hoor, maar het is niet helemaal toegestaan, denk ik. Oké, okay, teammate, ga jij maar voor, dan ga jij nou als eerst dood. Ah, kom op! Dit is echt niet cool. Nee! Oh, dat ding heeft een recoil, zelfs op korte afstanden. Dat is niet leuk. Dit is wel een hele grappige class. Want te zeggen dat je hier, dat je deze class moet maken om, om een dikke score neer te zetten, daar raad ik hem toch niet zo voor aan. Ik vind deze score wel echt heel erg. Dit vind ik wel echt heel erg. Oh, ben ik even blij dat ik weer één kill kon maken. We staan achter, ik heb geen goede score. Ik vind dat dit niet zo'n heel lekker potje. Ik dacht toch dat het beter zou gaan. Maar ik moet het ermee. Ah, kom op. Ik wil nog even snel. Weet je, er is nog van alles mogelijk, maar dan moet ik nu spontaan het kei bezig gaan. En met deze clash verwacht ik het niet. Ah, kut. Mijn fout. Oké. Okay. Het wordt in ieder geval geen positieve clash meer. Het wordt niet meer positief. Dat heb ik zelf ook al gezien. Ja, oké. Okay. LM16 is inderdaad niet een hele mooie score. Dat weet ik zelf ook. Dat zie ik ook. Ik vind het ook niet echt een score om aan te raden. Maar, ik vind het een hele chille clash, kan ik heel eerlijk zeggen. Maar om er even mee te trollen of om het als een soort challenge clash te gebruiken, zoals ik hem in dit geval gebruik, is het wel een hele goede challenge. Dus, laat ik het zo zeggen, ik vind het is een goede challenge, of het is een goede clash challenge, maar geen goede clash. Persoonlijk hoor, maar ik vind het geen goede clash, ik vind het alleen een grappige clash voor een challenge. Dus voor deze serie is die geslaagd, maar voor mijn score is die niet zo geslaagd. We gaan wel meteen even de clash builden voor volgende week, zodat de mensen kijken. Check dan zeker even de andere afleveringen, de volgende aflevering en de aflevering die hiervoor is gekomen. Check die zeker even en dan ga ik jullie even laten zien voor de mensen die nieuw zijn of voor de mensen die het al hebben weten, maar het is gewoon zijn vergeten hoe dit nou precies in elkaar zit. Ga ik even een clashje bouwen, dus de clash van volgende week ga ik bouwen. Dat is dus clash 3 van aflevering 3. Gaan we even bouwen. Dat gaan we doen. Dus we moeten wachten op dit scherm, want ja, weet je, dat verandert niet. Ja, ik vind het goed. Nou, wat we doen? We gaan onze clash. We pakken in plaats van het tweede wapen, pakken wij het derde wapen. We pakken niet de tweede, maar de derde. Het is dus letterlijk, we pakken steeds de derde. We pakken hier niet. We hebben de eerste gehad. De tweede hebben we gehad. En dan pakken we nu de derde. Is de grip. Beetje. Ja, oké. Okay. Elkar, dat is wel een vrij chill wapentje. Dus daar ben ik wel blij mee, persoonlijk. Nou, hier is geen derde van. Nou, hier is wel een derde van. Dat is laser sight. Niet iets wat ik vaak gebruik, maar. Oké. Okay. En dan moeten we hier natuurlijk de derde pakken. Hier de derde. Ik heb dit al geunlocked. Dat zien jullie al. Deze gebruik ik vaak. Deze gebruik ik nooit. En deze gebruik ik ook wel eens. Dus op deze manier hebben we dus eigenlijk een clash gemaakt. Waar van alles wat mogelijk is de derde hebben gepakt. Dat is het hele idee eigenlijk. Dit is dus voor aflevering 3. Dus dan hebben we de derde optic. Het derde attachment. De derde secondary. De derde optic van de secondary. Hier de derde lead tot hier de derde tactical. Derde perk 1, 2 en 3. En dat is het eigenlijk. Dat is de hele opdracht. En dan moeten we hier natuurlijk proberen weer een mooie score mee neer te zetten. Dat denk ik wel. En dat durf ik nu al te zeggen. Een week van tevoren. Dat ik waarschijnlijk veel meer ga africhten met Elkar dan met de Weevil. Denk ik. Omdat ik natuurlijk de Elkar mijn ogen een stukje beter is. Maar dat gaan we allemaal zien. Ik hoop in ieder geval dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En te reageren op mijn kanaal beneden in de beschrijving. Ik check zeker even de andere aflevering als je dat al niet gedaan hebt. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters. Dag en doei.